Oké, we gaan naar binnen. Let's go. Ik ben heel benieuwd. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, snap. Yo, Nintendo fans. Als je dacht dat Pokémon Legend Arceus na de credits is uitgespeeld, dan heb je het mis. Want er is nog een hoop te doen. We moeten namelijk nog platen vinden. En vandaag gaan we naar de vulkaan. Dus doe weer zoals altijd die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet die belletjes aan. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Paulina is weer hier. Die was ook lekker bij het festival. En die wil gewoon iets met mij bepraten blijkbaar. Er is weer wat mis op Firespit Island. En Irida die denkt, oh nee, niet weer Firespit Island. Nou, laten we er gewoon lekker naartoe gaan en kijken wat daar gaat gebeuren. There we go. Dit ziet er wel cool uit. Let's go. Ik denk dat Lord Arcanine er misschien ook wel is. Maar ik denk niet dat het probleem is daar. Hè. Ik ben wel heel benieuwd wat het probleem wel is. We zijn in ieder geval de platen aan het zoeken die we nodig hebben. Om blijkbaar bij Arceus te komen. En nou, het is nu weer tijd aan een nieuwe... Oh, nieuwe plaat wou ik zeggen. Maar eigenlijk wil ik deze Ninetales wel vangen. De Alpha Ninetales. Die staat hier gewoon te chillen. Let's go. Aquatail. Niet in één keer kapot maken. Ja, dit is netjes. Dit is top. Oké, Palkia, niet doodgaan. Misschien had ik wat meer Ultra Balls moeten pakken voordat ik hier naartoe ging. Dat had misschien wel even handig geweest. Kom op, vang hem. Ik denk niet dat ik hem vang. Ik denk wel dat ik hem vang. Lekker, Ninetales hier erbij. Heerlijk. En dat was ook de eerste Ninetales. Ik heb nog geen eens het recept voor Ultra Balls. Ik moet echt even meer van dat soort dingen gaan doen. Nou, ik kan nog wel een zootje Great Balls maken voor het geval dat we een Pokémon moeten vangen hier. Hey, ik kan hier niet vliegen. Kan ik wel wat lager vliegen? Laat me daar naartoe vliegen. Ik kan... Nou, laat me daar naartoe. Waarom kan ik er niet naartoe? Nou, moet ik nou echt per se omlopen? Oké, nou, dan lopen we wel om. Ik kan hier allemaal niet overheen. Wat stom. Rennen! Nou, dan gaan we maar zo. Hallo, Paulina. Ze zegt Arcanine, die heeft zijn rol aardig ingenomen. Hij is nu echt helemaal in control. Nou, maar ik ga eens even kijken wat ik hier moet doen. Want hier, ja, hier is Irida. Samen met de mattie van Paulina. What up, Iskan? Die zegt, dankjewel dat je hier bent gekomen. Blijkbaar gaat Paulina niet mee hier naar binnen. Dit is het Lava Dome Sanctum. Oké, we gaan naar binnen. Let's go. Ik ben heel benieuwd. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, snap. Het is Heatran. Oké, rustig. Moeten we die gaan vangen? Ja, nice. En de vraag van vandaag is ook, wat vind jij van deze vulkaan Pokémon? Laat het weten in de comments. Oh, wat gaan we doen dan? Oké, er liggen hier... Auw! Er liggen hier allemaal stenen. Modder ligt hier op de grond. Oké, ik ga modder pakken. Ik ga modder erop gooien. Ik dacht dat ik weg kon duiken daarvoor, maar blijkbaar niet. Oké, Heatran. Gooi, blijf die... Oh, mijn modder is op. Mijn modder is op. Paniek, ik gooi allemaal andere dingen. Dat was niet de bedoeling. Oké, modder. Gooi modder, gooi modder. Gooi modder. Oh, en weg. Ja, kijk, nice. Oké, en nu... Let's go. Palkioni, pak hem. Level 70. Doe eens even normaal. Oké, ik raak hem. Oké, cool. Ik moet hem eigenlijk niet verder raken, want dan maak ik hem straks kapot. Hij doet Earth Power. Het doet niet zoveel. Kan ik hem nu vangen? Hij doet nog een keer Earth Power. En de tweede keer doet het wel veel, verdorie. Oké, Rhydon, let's go. Jij mag eruit. Hopelijk kan jij die klappen weerstaan. Oké, let's go. Ultra Ball. Come on, Heatran. Kom maar in het teampie, jongen. Kom maar. Nee, niet hoge opspringen. Oh ja, lekker. De eerste Ultra Ball. Wat? Gewoon in één keer. We hebben hem al. En inderdaad, weer een nieuwe plaat. De ijzeren plaat. Irida, die heeft het weer knijtertje warm. En iets kan zeggen, als Arcanine en Heatran allebei die vlammen uit de vulkaan laten komen, dan wordt het wel een beetje toasty hier zo. En Irida vraagt aan Iskan, denk je eigenlijk dat het nodig was dat ik hier was? En Iskan die zegt, ja. Oh, natuurlijk was dat zo. Jij bent de leider van de Pearl Clan. En deze problemen vormden zich vlakbij de stoel van jouw clan's noble. Dus, ja, dit had je inderdaad moeten zien. Goed dat je nog steeds kijkt naar alles wat met je clan te maken heeft. Nou, dat is wel aardig van Iskan. Irida twijfelt gewoon continu aan haarzelf. Hoppakee, jongen. We hebben gewoon Heatran gevangen. Deze missie is ook weer compleet. Nu hebben we nog 3 platen die we moeten vinden. Ik neem wel even alle modder mee hier. Geef me alle modder! Ik hou van modderballen. Paulina, het is gelukt. Ik heb Ninetales en Heatran gevangen. Oh, boeit er niet. Ze heeft het nog steeds alleen maar over Arcanine. En of we een rematch willen. Maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik wil wel Heatran in mijn teampie.
Let's go! Ja, en het spijt me zeer, maar die komt in de plek van Typhlosion. En zo hebben we al 3 legendarische Pokémon nu in het team. Yo, ik heb hem gevangen, Leventon. Een Heatran en Ninetales, jongen. Ja, en om het Ultra Ball recept te krijgen, moet ik eigenlijk nog 1 ster omhoog. Ik ben nu level 5 voor de Survey Core. En ik moet eigenlijk level 6 worden daarvoor. Dus ik moet nog 940 punten om dat recept te fixen. Nou, ik heb even nog wat dingen gedaan. 100 puntjes erbij. Dus die laatste puntjes krijgen we wel een andere keer. We gaan even terug naar de stad. Want hier is vast ook wel ergens een plekje waar ik ultraballetjes kan kopen, toch? Bijvoorbeeld bij jullie. Jullie hebben toch zeldzame dingen? Ik weet niet wat ik hiermee moet. Oké. Maar die andere gast dan. Jij, heb jij ultraballs? Nee, ook niet. Nou, koop dan even mijn meuk alsjeblieft. Heb jij ultraballs? Nee, alleen pokeballs. Ik moet echt eigenlijk nog al die sidequests doen, zodat ik ook gewoon ergens ultraballs kan kopen of zo. Echt iedere character hier heeft nog voor mij sidequests. Hier staat zelfs een Lucario met een sidequest. What up, Lucario? Die zegt... Growl! Wat is er aan de hand, jongen? Oh, is dat je mattie? Kijk, deze is ook niet bang van Pokémon. Rai is dit. Rai vraagt aan Lucario, wat is er dan, jongen? En hij zegt, ja, Lucario, die voelt dat jij een sterke aura hebt. Wil je ons battelen? Oh ja, prima joh. Ja, tuurlijk. Dat is toch hier? Oké, even opgezocht. Hij staat hier. Ja, kijk. What up, man? What up? Ben je klaar voor onze battle? Ja, let's go. Let's do this. Kom maar, Lucario. Hier is Togekiss. Lucario is level 62. Die gaat zichzelf lekker bulken. Dus die, ja, die wil mijn keihard aanvallen. Oké, let's go, Air Slash. Let's go. Doet nog niet zo heel veel. Dan, let's go Moonblast erachteraan. Ja, oké. Zijn stats zijn weer normaal. Oh, hij gaat weer bulk uppen. Oh, oké. Best still. Oh, nu close combat. Doet niet zo heel veel tegen mij. Moonblast, let's go! Ja, en daar gaat hij. Daar gaat Lucariootje. Ja, zo makkelijk zijn sommige sidequests dus blijkbaar. Sommige die zijn ook veel uitgebreider. Dat duurt veel langer, maar... Nou ja, deze was op zich wel chill. Oh, Lucario, die kijkt gelijk naar beneden zo van... Ik heb gefaald. Nee, jongen. Je hebt goed gedaan, jongen. En Rai zegt... Ik denk dat we onze skills gaan testen op andere plekken. Laten we elkaar nog een keer ergens anders ontmoeten. Ja, top. Leuk om je even te battelen, vriend. Wat heb jij voor sidequest dan? Zij wil een secret weapon laten zien aan mij in een battle. Oké, is goed. Ja, ik ben hier nou toch, joh. Ik ben hier nu toch. Maar wat heb je voor geheim wapen dan? Hey, Bren, hallo. Die zegt, ik hoorde het nieuws. Er komt een battle tussen 2 meesters. En ik heb gehoord dat ons geheime wapen zelfs een Elfa-Pokémon kan verslaan. Wat is dat dan voor geheim wapen? Ik ben echt zo super benieuwd. Wat is dit? Oh, we gaan niet hier battelen. Waar gaan we dan battelen? Ben jij het geheime wapen? Die zegt, nou, ik ben maar een gewone wachter. Rustig aan. Maar, zolang ik deze poorten moet verdedigen, heeft niemand mij ooit verslagen. Oké, let's go, Res. Welke Pokémon heb je allemaal? De God Pokémon, Bidoof. Level 62, Bidoof. Eerlijk, dat is wel sick, man. Level 62, Bidoof. Dan heb je echt dedication als je je Bidoof tot dit level traint. Ja, man. Ik heb respect voor deze Bidoof. Kijk hem, Ice Beam, alles. Deze Bidoof kent gewoon Ice Beam. Wat sick. 2 Ice Beams op mijn bakkes. En ik ben weg. Lach nooit een Bidoof uit, jongens. Overquill, jij bent de volgende. Let's go. Poison jab die Bidoof. Maak hem kapot. Deze Bidoof kan hier niet mee wegkomen. Met 2 Ice Beams op mijn Togekiss. Is niet oké. Laat... Die Bidoof heeft gewoon 4 klappen nodig. Heb jij meer Bidoofs? Ben jij de ultieme Bidoof trainer? Nee, hier komt Shinx van level 62. En die gaat ook los hoor. Ik vind het wel mooi. Hij Iron Tilt mijn Overquill. En hij Iron Tilt hem nog een keer. Dit is ongelofelijk. Ja, respect voor deze wachter. Deze wachter heeft sikke Pokémon die gewoon... Ja, die gewoon Elfa Pokémon's lopen. Het is waar. Deze Shinx gaat gewoon een Elfa Pokémon straks kapot maken. Het gaat gewoon gebeuren, denk ik. Of niet. Of niet. Is het toch genoeg? Kan ik hem toch beaten met mijn Overquill? Nee, net niet. Of net wel. Nee, net niet. Nou, Shinxie, joh. Doe eens normaal. Hij staat gewoon nu 2-1 voor, hè? Oké. Nu staat het weer 2-2. Oké. Heb jij zin om tegen Dialga te battelen? Let's go, Dialga! Starly! Level 62! Het zou wel echt schandalig zijn als Dialga van Starly verliest. Dat zou heel heftig zijn. Maar dat gaat zo te zien ook niet gebeuren, gelukkig. Maar, eerlijk, je hebt echt wel mijn respect gewonnen, meneertje. Goed gedaan, man. Jeetje, we hebben gewonnen.
Ja, deze man heeft wel echt mijn respect gewonnen, hoor. Met deze drie Pokémon mij het zo lastig maken is gewoon sick. En Rest die vertelt dat mijn eerste taak als wachter was om een paar Bidoofs te vangen die deze stad onveilig maakten. Sindsdien heb ik heel veel Pokémon gewoon van onze poort weten te verdrijven. Maar ik ben ook bevriend geraakt met een aantal Pokémon. Ja, dit is vet. Dit is een mooi verhaal. Hij is bevriend geraakt met Pokémon, sterker geworden, maar ze zijn gewoon niet geëvalueerd. Dit is best wel cool. En Rest die zegt nog, als jij nu de stad naar buiten gaat, blijf veilig, vriend. Nice. Dat zegt hij altijd. Ja, dit was leuk. Nou, anyway, in de volgende video gaan we weer wat plaatjes verzamelen. Want die hebben we nodig om Arceus te ontmoeten. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en knal het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!